Het zijn de nummers 13 en 15 van de keukenkampioendivisie. 9 van de 10 keer trouwens won Telstar thuis van FC Dordrecht. Het elftal van Mike Snoei kan dus vol vertrouwen eigenlijk beginnen aan deze ontmoeting. En bij FC Dordrecht ontbreekt Boldé. Met Senegal weg onder 23 en dit is zijn vervanger, Pinas. En we spelen nog ineens een minuut. En het is al 1-0 voor FC Dordrecht. Goed gespeeld, je vraagt je wel af, moet Koeman deze bal niet hebben? Het antwoord daarop, zal Koeman ook schuldig moeten blijven. Slecht uitverdedigen dan van Dort, of zou je zeggen slecht opbouwen. En dit is wel goed schieten. Tom Overtoom is de naam, uiteindelijk behoudt Plet het overzicht. En de aanvoerder legt hem prettig neer voor de andere routinier. En die laat dan weer Bossin, de Belg, kansloos. Giusis en op het hoofd van Plet. Het gaat dan ineens heel hard. We moeten de 12 minuten nog aantikken. En Plet heeft dan ook weer een goal. Het is een vierde, maar bij de voorgaande drie zaten wel twee penalties. Kan Telstar dan nog meer? Want het heeft ineens druk op de goal van FC Dordrecht. Weer een vrije trap, nu goed verwerkt door Bossin. Maar ja, Snoei voelt wel dat er weer wat in zit vanavond. En de top 8, dat zou natuurlijk voor Telstar prettig zijn. Maar kijk eens, hier is Pinas. En zo speel je dus een verdediging aan bonken. El Asusi kan weer meedoen, is hersteld van een blessure. En daar spint Dordrecht garen bij, want zijn splijtende paas zorgt voor deze kans voor Pinas. En de ruststand is 2-2. Kan er dan nog wat in de tweede helft? Ja, zou je zeggen, want hier is min en hier is min, maar hier is min niet. En met vereende krachten zorgt daar FC Dordrecht voor dat Telstar niet de derde kan maken. En de tijd gaat nu toch zo langzaam maar zeker dringen. Kopbal van Mulder en uiteindelijk de rebound ook niet besteed aan Blackson, de verdediger die mee naar voren was. Na een uur spelen, dus nog altijd 2-2, dan krijgt Dort natuurlijk ook zijn mogelijkheden. Safastano, maar het is makkelijk vangen deze voor Koeman. Uiteindelijk is hij de laatste die de bal raakt. Jari Schuurman, vormgever van het elftal. Ontevredenheid bij Telstar, maar uiteindelijk allebei een punt en daar moeten we het mee doen. 2-2.